Het paardensportspectakel in Kubaat is een van de grootste hippische wedstrijden in Friesland. Dit hier wordt het voor de 9e keer houden. In deze aflevering is de vereniging tjoegen van de strijd tussen de Friezen en de Brabanders. Bij nog maar 2 dagen van de marathon komt het erop aan. Bestaande hindernissen krijgen nijverfke, oren moeten nog volslijn delzet worden. En dat is nog net zo makkelijk. Het is dus zo, wij hebben die en dat vak hebben drie inzetten. En nu moet deze erin. En nu hier we erin een inzetten. Ik weet wanneer ik praat met je hand. Dat lucht je brandt, maar is het heel leuk. Als de vrijwilligers koffie drinken, komen de winnaars van de 2 spamponies van Vlieden hier aan. De Brabanders nemen alles mee. Matrassen, tinten, koolkast en barkrukken. Oh ja, en ponies vanzelf. Vorig jaar waren jullie de winnaar. Ja, klopt. Voelt dat dit jaar als extra druk? Ja, het is nee, eigenlijk minder, hè, want je hebt nou al een keer gewonnen, dus ik kan nou eigenlijk al niet meer fouten. Je weet hoe het moet. Nou, dat wil ik niet zeggen, maar we hebben hier nou al 5, 6 jaar gereden. Ja. Alles bij elkaar. En vorig jaar is het eindelijk gelukt, dus misschien drukken we wel af eens nou. Hé, en waar zit het hem dan in? Hard rijden. Verder niks. Het is maar 1 manier en dat is zo hard mogelijk. De deelnemers gaan nachts en alle gedachten dreemd van de A's, de B's en de C's. Maar op een wedstrijddij zit de zinnen heeg aan de hemel en het giet onder. De Brabanders binnen er kleef van. Alsjeblieft. Proost. Ben je zenuwachtig? Nee. Heb je een kater? Ja. Dat is een hele goeie. Maar was dus gezellig nog gisteravond? Ja. Vanmorgen ook nog. Ze weten het wel weer. Maar je hebt er wel zin in, toch? Ja. En de eerste prijs wordt het, hè? Ik hoop het. Maar wel proberen in ieder geval. Winnen is belangrijker dan meedoen. Marcel en Hans starten betiert op het dijk. Met de ponies Bartje en Vier. Bij deze eerste hindernis beginnen de Brabanders goed. Hartiet is de snelste. Na de eerste 3 hindernissen binnen ze tevreden. Moe maar voldaan? Ik ben niet moe, maar de ponies, nee, ze valt zat mee. Ik ben niet echt moe. Ze hebben wel genoeg gedaan natuurlijk, oh braaf. Maar ze hebben het gewoon goed gedaan, dus. En hoe voelt het nu? Tevreden? Ja, ik ben tevreden in ieder geval. Ja? Ja, ik weet niet wat de anderen doen, hè, achter mij, hè, voor mij. De... Tenminste, toen wij kwamen hadden we op 8 hindernissen snelste tijd. Maar wie daarna nog komt, ja, dat kan ik dus ook niet. Dames en heren, klein momentje van stilte. We willen graag beginnen met de prijsuitreiking. De vrouw Willian Herman eindigde in haar categorie respectievelijk op het 8e en op het 10e plak. De Brabanders hebben meer gelopen. En de eerste prijs, Marcel Kolen.